mij het enige plekje eigenlijk hier in de buurt waar je nog een beetje in het groen kunt wandelen. Het is zeker een mooi park. Het mag wat kindvriendelijk zijn. Ik zou zeker met mijn kind daar naartoe gaan als het iets voor de kinderen is. En ook ziet dat er eventueel huis of flats gebouwd gaan worden, denk ik dat dat een slechte ontwikkeling is. Ik denk dat het park een park moet blijven. Speelattributen voor kinderen sowieso, maar ook voor volwassenen. Wat sportactiviteiten, misschien wat sportbanen maken daar ook. Ook meer fietspaden, want het is voornamelijk gericht op wandelaars nu. Je mag niet fietsen eigenlijk, ik doe het helaas wel. Maar ook misschien wat lichtvoorzieningen, als het mooi weer is, dat je daar een lekkere lichtweide maakt. Misschien wat kunst, dat je het gevoel hebt als je er loopt van, er gebeurt hier iets. Wat prettig zou zijn om te veranderen is in ieder geval dat alle paden geasfalteerd worden opnieuw, want die zijn nu soms heel erg slecht. Maar ik ben sowieso voorstander dat het hondenloosloopgebied wat kleiner wordt. Omdat mensen die daar aan het hardlopen zijn dan aan andere sporten tussendoor lastig gevallen worden door honden. En wij zijn bang met nieuwe plannen dat het losloopgebied voor de honden zou gaan verdwijnen. En dat de grote huidige gebruikers dus van het park, die hier altijd naar minimaal 4 keer per week verzamelen, dat die hier niet meer terecht kunnen omdat het te modern wordt. Verder zijn wij bang dat de natuur hier zal gaan verdwijnen, omdat het is en toch veel bomen hier zo. En hoe moderner, hoe meer er gekapt zal worden. En dus wij zijn bang dat wij een beetje vergeten worden, terwijl wij hier toch bijna elke dag met echt 30 tot 50 man hier staan. I saw balls and dancing, like the first time.